God een goede God? Is God een goede God? Ik weet niet voor u, maar voor mij is hij een hele goede God. En het heeft niks te maken met zegeningen. Het heeft gewoon te maken met een evaluatie maken in mijn leven. En als ik die evaluatie gemaakt heb, dan zijn er zoveel momenten waar ik in feite niet zou moeten maken, maar ik heb het toch gemaakt. Ik kan me herinneren dat ik een jongen was van 9 jaar. En er was heel veel geestelijke strijd in het huis. Toen was door een nakkie met baby, met vrede. Net in mijn maatschappij, want dat je het mensje takroes aan ik ook. Kwees me naar mijn jesse, naar mijn nekkie. Het was een verschrikkelijke tijd. Het leek wel op een horror episode. En het enige wat we wisten toen, is dat we gaan en vragen naar hulp. Geen goddelijke hulp, ander soort hulp. En ik kan me herinneren dat ze me toen genomen hebben. En they washed me. Ze hebben me gebaat op een vuilnishoop. Nu, voorzien me bij het brein, maar nu mis je. Dan denk ik, maar feika was ons matapuan tot ipi. Hoe kan je een mens nemen en als vuil zetten op een vuilnishoop baden dat zogenaamd demon weg gaat gaan? Amor, een demonie pot in te pas maar. Maar dat was de traditie die we hadden. Dus zo is het toen gegaan. Maar er waren ook momenten. Ik wil dat u met mij meedenkt naar uw moment. Dat ik een aanrijding heb gemaakt op de motorfiets. En na 3 dagen wakker werd. En mij realiseerde dat ik in de hel kon zijn. En het niet eens wist. En ik vraag de zuster, wat doe ik hier? Ze zegt, oh je bent terug. Je was 3 dagen in coma. Er was ook een moment dat de artsen zeiden, jouw lichaam heeft een gescheurde blinde darm van 5 dagen. En in principe dat je leeft is nog een wonder. Dus we gaan operatief ingrijpen, maar we kunnen niks zeggen. Maar door gebed sta ik hier en zo ben ik tot bekering gekomen. In 1992 heb ik tot God geroepen. De Heer bezocht me in de kamer, sprak met mij. Ik heb een afspraak met hem gemaakt. Als je me laat leven, word ik predikant. Dat noemen we genade. En ik heb maar 3 momenten genomen. Maar u zit hier vandaag. Als u terug zou gaan, ik kan ook een moment nemen dat ik de pistool heb gepakt. Hora isrimi anu. Was masambe lobby gwelip mi. Mi hora isrimi takboy me go kiring. Nam kier misrevi. En uit een nietszeggend stem tegen me. Ga je dat doen om een vrouw? Ik kan je een betere vrouw geven. Mi pota isri rustig baga. Potens don. En ik was pas 21 jaar. Dus als mensen God loven en prijzen, heeft niet altijd te maken dat God op blessing. Het heeft te maken dat je soms een evaluatie maakt en zegt, hé, ik kan u ook vertellen misschien over de binnenlandse oorlogen. Waar we stom en dom waren en dachten dat we Rambo waren. En waar iedereen een binnen- en buitenpot op zijn hoofd had, dat wij gewoon met baretten in oorlogsgebieden rondliepen, want we dachten, we zijn getraind. We kunnen iedereen gewoon in één moment uitschakelen, maar je vergeet dat je op dat moment zo dom bent, want iemand kan op 800 meter je gewoon je kop uit elkaar schieten. En als je binnen- en buitenpot niet aan hebt, heb je een probleem.
En dat we vaak in vijandelijk gebied waren. En we pleegden geweldig. En nu ik ouder ben geworden, denk ik eraan en zeg, wow. Want ik weet dat zeker een paar mensen zo zijn geëlimineerd. En je denkt bij jezelf, wow. Dat is genade dat je nog leeft. En elk van u die hier zit vandaag, heeft zijn story. Heeft zijn getuigenis. Bij de andere is het vrouwen, bij de andere is het afkodree, bij de andere is het, noem het maar, ziekte. Bij de andere is het frustratie. Dus wanneer we de Heere loven en prijzen, is het belangrijk voor u als persoon om het spontaan te doen, wetende wat God voor u gedaan heeft. We zitten hier als een hele grote groep bij elkaar. Maar we staan vaak niet bij stil dat we de Heer Jezus kunnen dienen of God kunnen dienen, omdat één persoon bereid was de prijs te betalen. Een persoon die wist dat hij in deze periode en specifiek op deze zondag door zijn eigen volk de hemel in geprezen zou worden en precies 5 dagen daarna gekruisigd zou worden. Een jonge man, 33 jaar, die al wist dat hij op weg was om gekruisigd te worden. Maar ergens in Hebreeën staat geschreven, ondanks hij dat wist, zag hij, ik zeg het in eigen woorden, de overwinning die het tot zich zou brengen. En dat hij velen tot God zou brengen. En die velen zijn u en ik. Het is niet een dag waar we welkom zijn. Nou, palm, 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 wie ben ik? Daaraan gaan we elkaar toch uitschelden, stomdronken zijn, gewoon leven in zonde en ongerechtigheid. Anodati. Johannes 12 vers 12 tot 19 geeft ons kort wat er gebeurd is op deze dag. Die dag, zegt de Bijbel, toen de grote menigte die voor een feest gekomen was, hoorde dat Jezus naar Jeruzalem kwam, namen zijn palmtakken, gingen hem tegemoet en riepen, Hosanna, gezegend hij die komt in de naam des Heren. En de koning van Israël. En de Bijbel zegt, en Jezus vond een jonge ezel en hij ging erop zitten gelegen, geschreven staat, dokter, zie ons, wees niet bevreesd. Zie, uw koning komt gezeten op het veulen van een ezel. De Bijbel zegt, dit begrepen zijn discipelen afhankelijk niet, maar toen Jezus verheerlijk was, toen herinnerden zij zich dat dit met het oog op hem geschreven was en dat zij dit met hem gedaan hebben. De schade dan die bij hem geweest was toen hij Lazarus uit de graf had geroepen en hem uit de doden opgewekt, getuigen daarvan. Daarom ging de schade hem ook tegemoet, omdat zij gehoord hadden dat hij dit ten teken gedaan had. Zijn vijanden, de fariseers, dan zeiden tot elkander, gij ziet voor ogen dat gij niets bereikt hebt. Zie, de gehele wereld loopt hem na.